Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En ik heb echt vanochtend mijn haar 3 keer moeten wassen. Omdat het zo erg stonk naar die rook van gisteren op verjaardag. Maar ik voel me ook echt alsof ik gisteren ben uitgegaan. Zo heftig was het voor mij. Het is vandaag... Was je dronken? Totaal niet. Het is vandaag 27 graden. En ik voel het ook echt. Het is super benauwd hier binnen. Ik heb een jurkje aangedaan van Zara. Die had ik vorig jaar gehaald. Ik heb sandaaltjes hieronder. Ik heb even mijn haar vastgedaan. Omdat het echt anders heel erg benauwd doet voor mij. En we gaan nu even rustig aan richting Amsterdam. Ik heb trouwens mijn LA Sisters ring aan. Om. Ik weet niet, hoe zeg je dat? Trouwens, deze jurk die ik aan heb, die is verkrijgbaar bij allerlei kleuren bij de Zara. En ik heb ze ook echt letterlijk in alle kleuren. Dit is zeg maar de gestreepte versie. Ik heb de zwarte versie hiervan en een beige. En hij zit echt super mooi op je lijf. Ik moet opschieten van mijn man. Ik ben nu bij de tank en het is nog warmer dan ik had verwacht. Ik ga letterlijk dood en ik heb gewoon een heel dun jurkje aan. Niet normaal. Dus even tanken. Dan moet ik even kijken of er hier iets is wat ik snel kan eten. Want ik heb nog niet ontbeten. Maar ik ga vast misschien water halen. Ik heb trouwens echt voor het eerst sinds een lange tijd weer lipgloss op. Dat is echt zo raar. Ik kan er echt nooit aan wennen bij mij. Ik vind het niet zo heel erg mooi bij mijn lippen of zo. Ik vind het juist een beetje lelijker maakt. Oh. Wat zeg je nou allemaal? Vind je lipgloss bij mij mooi? Mijn lippen zeg maar zo glimmen. Kom eens. Ja toch? Vind je dat mooi? Of vind je dat wat ik normaal heb mooier? Ik vind jou mooi. Nee, je moet wel kiezen. Ik kan niet kiezen, ik ben daar heel slecht in. Dit mooier of zonder glim? Oh. Wat de fuck is dat? Oh. Hou je even SM ofzo? Doe jij Nes? Zo jaag je mannen weg. Heerlijk, Nes heeft heel koude water voor mij gehaald. Wij zijn even net langs Juice Express gegaan. En Nes heeft een sapje. Ijskoud. Groene. En ik heb echt lang geleden dit. Ik kom niet voor dat ik zo lang geen gembershotje neem. Maar ik heb een gembershotje. Even weer lekker gezond bezig, jongens. Jongens, daar gaan we. Naar Amsterdam. We hebben daar even een afspraakje. Gaan we daar ergens te eten of niet? Als jij het wilt. Ik wil jij het niet dan? Zeker wel. Maar? Wat wil je in dan? Iets gezonds. Wat dan? Salade is lekker. Waar? Dat is een moeilijke. Wil je op het terras? Wat wil je? Wel lekker op het terras toch? Kun je nog meer appels doen? Dat was echt een spannende keuze. Wij zitten nu bij een Libanese restaurant. We wilden eigenlijk eerst naar Meram, maar het terras het gewoon echt bomvol. Dus toen zijn we doorgereden en hebben we even wat opgezocht. En nu zijn we hier beland. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar het is wel lekker op een terrasje ook. Drie keer raar dat ik heb besteld. Leuk hoor. Lekker. Wij hebben dus een mixed grill besteld. En het ziet er zo lekker uit. En het ruikt ook echt niet normaal lekker. Het smakelijk nestje. Ik heb een boemerang gemaakt. Echt? Wij zijn trouwens van plekjes gewisseld, want heb je dus meer zon en dan kan ik zonnen. En aangezien Nessie al zwart genoeg is. Wat heb ik nou weer gedaan? Ben je aan het genieten? Ik ben erg aan het genieten. Waarom? Kijk hoe hij zijn bordje maar heeft opgemaakt. Is het lekker? Heerlijk. Niet normaal. Wij hebben best wel lekker gegeten vandaag, hè? Heerlijk. Ja. We waren dus bij een Libanese restaurant. Super lekker. Wel iets prijziger dan Meram. Maar het was echt lekker. Was het wel waard? Ja, was het wel waard. De grill was niet normaal goed. Wij zijn nu onderweg naar huis trouwens. En wij moeten even snel naar huis. Even een beetje schoonmaken. Want ik moet mijn vaat nog doen. Ik moet even stofzuigen, dweilen, kattenbak verschoenen. Ik heb even een takenlijstje gemaakt wat we samen even heel snel gaan doen. En we krijgen straks bezoek. Dus, en die blijft ook slapen. Dus vandaar. En mijn huis er echt niet goed uit. En ik heb vanochtend ook niet echt tijd gehad om schoon te maken. We waren alweer heel erg laat wakker geworden. Zo. Maar gisteren wel
Maar jij wil water, man. ik weigerde gewoon om wakker te worden. Ik was om 10:30 of zo, kwart voor 11 al wakker. Ja. En je bleef tot 12:30 opslapen. Ja, jij weigerde gewoon om wakker te worden. Maar ik was zo moe van gisteren. Ja, ik ook, maar ja. Want net toch een beetje vrij, een beetje entertainen. Met jou entertainen? What the fuck? We zitten weer in de auto en nu met bezoek. Hi Donja. En wij gaan nu samen naar de bios. Wij gaan naar de film De Libby. Ik heb geen idee waar die over gaat, maar Nesje wou er heel graag naartoe. Ik ga voor support van Bella en Osama, toch? Ja, dat zijn die jongens van Mokromafia. Ja, klopt. Dus ik ben benieuwd. Ik ga voornamelijk voor snacks. Ik heb een Magnum gekozen en deze is fucking lekker. Het is witte chocola met cookies. En het is volgens mij een nieuwe. En ik dacht dat het zal nooit lekker zijn, maar hij is echt lekker. Dus ik heb gewoon voor het eerst een andere snack genomen bij de bios. Ik heb nibbits. Het is zo fucking lekker. Mag ik jou vloggen? Nee, jij niet. Doen jij wel. Doen jij heeft echt een mega grote popcorn. Ik wil ook en in de vlog. En Nessie hoort niet bij ons. Nee, jij hoort er niet bij. Ik wil ook in de vlog. Nee. Jongens, ik ben ook in de vlog. En ik wil even iets zeggen. Mijn naam is Bos. Dan krijg je het op. Nee, je gaat het niet eruit knippen. Wallah, als je het eruit knipt, je gaat echt problemen krijgen dan. Wat wil je dan? En ik heb wat snacks voor mezelf gehaald. Je hebt mijn snack. Ik heb een spa. Ik heb M&M's. En ik heb nibbits. Allemaal zelf gehaald. Ik heb al 30 seconden jouw vlog, leuk hè? Ja, zeg maar, maken. Doei. We komen net van de bios en het is echt nog super warm buiten. Ik weet niet eens waarom ik een blazer aan heb. Ja? Gingen wij hier wel eens op zo'n bankje liggen in de avond? Ja, gewoon echt gewoon heel laat. Ik vond de film niet zo. Ik ga niet liegen. Ja, sorry hoor. Maar ik ga gewoon niet liegen. Ik vond hem niet zo leuk. Ja, Nessop vond het wel tof. Ik vond het wel een film. Ook een beetje gewoon mijn humor. Kijk, doe niet mijn vest aan hebben. Ik het zit er echt niet. Ik ben net thuis en ik moet deze shot opnieuw doen, want hij was net op achtergrond met zijn dikke buik. Fuck you, fuck you. We zijn net thuis, we gaan zo denk ik rustig gaan naar bed. Nessie is nu weer aan het werk. Dat was het eigenlijk een beetje. Ik ga deze vlog gelijk af. Wat ben jij aan het doen? Ben ik nachts weer. Ik ga deze vlog afsluiten, ik hoop dat je het leuke vlog vindt en dan zie ik jullie morgen weer. Doeg!